als we die opt-out, de mogelijkheid laten om niet in te stappen op het digitale meter, actief gaan promoten, dat we dan het hele systeem en het hele model dreigen onderuit te halen. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dan wordt het duurder voor iedereen. Dus iedereen moet mee, anders werkt het niet. Anders heeft het geen effect. Ik denk dat we op termijn ervoor moeten zorgen dat iedereen mee is in dit verhaal. Mits de nodige garantie voor privacy of andere bezorgdheden, uiteraard. Er is bijvoorbeeld een onafhankelijke databeheerder aangeduid die de data die de digitale meter verzamelt, kan gaan beheren en kan gaan ter beschikking stellen. Maar ik denk dat het een foute keuze zou zijn om die digitale meters niet aan iedereen aan te bieden. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.